60ste minuut is het 1-0 geworden voor FC Dordrecht. Doelpunt te maken met de nummer 7, Moussa Kalisse. De fout. Het vasthouden van Panela, van Levchenko. De fout nog een keer. Nu is die beter. Kalisse. Kalisse naar binnen. Dan misschien uithalen. Kalisse, dat doet hij goed. Schitterend doelpunt van de linksbuiten van Sparta, Moussa Kalisse. Pakt die bal daarop. Mag natuurlijk nooit zo naar binnen draaien. Doet dat wel. Je voelt hem dan. Dan ligt die bal heerlijk. En kan die vol met de rechter af gaan printen. En dat doet hij heel mooi. En Sparta komt in de 36e minuut op een 1-0 voorsprong. Handig ertussen. Opening naar Kalisse. Kalisse. Is dit de 0-4? Kalisse, maak je het af? Dat doet hij. 0 tegen 4 voor Sparta. En zo speelt Sparta dat spelletje heel handig uit. Go Eagles vol in de aanval. En Sparta profiteert op de counter. Goeie bal in de diepte op Kalisse. En die heeft dan de ruimte, komt naar binnen, houdt het overzicht en schiet goed binnen in de set. De wedstrijd onder leiding van Reinold Wiedemeijer, de scheidsrechter die hier heeft geblazen voor de aftrap tussen Helmond Sport en FC Dordrecht. En hier is gelijk Kalisse, mooie beweging en niet de 1-0. Dat heeft Helmond ook eens een keertje. Het zou een schitterend resultaat zijn en Helmond moet het gevoel hebben dat er nog meer in zit. Hier is Kalisse. Hier is Kalisse. Oh, wat een pech heeft Helmond dan. Opnieuw een bal die van richting wordt veranderd. Kijk ze liggen. Kijk Bejois. Daar Mampuya met Kalisse. Hij moet hem laten lopen. En dan trekt hij weer naar binnen. Hier klutst hij zich erlangs. En dat deze erin gaat. Daar gaat Nick van der Velde. En vrij is Kalisse. Ziet van der Velde dat? Dat ziet hij. Dus is het hier 4-0. Gelijk gaat hij dan naar Nick van der Velde toe, Moussa Kalisse. Want dat was de architect van deze goal. Die ervoor zorgt dat FC... En de vierde goal voor Abdelhali Shayat in dit seizoen. Direct de aftrap na de goal van Shayat. Knap verlengd door Putter. Kalisse profiteert van een fout. En 12 seconden nadat er is afgetrapt naar de goal van Shayat, zorgt Kalisse voor de gelijkmaker. 44ste minuut. En Kalisse maakt... De Jong. Dat is een prima steekballetje op Sequeira. Nu nog een goede voorzet. Meulens gezocht. Die laat lopen voor Kalisse. En daar is de voorsprong. De voorsprong voor Dordrecht. Een uitstekend doelpunt. En als gezegd, het is in deze fase ook wel verdiend te noemen. Want Dordrecht werd sterker, zeker agressiever en durft te voetballen in een hoger tempo. Waar Zwolle het heel rustig aan denkt te kunnen doen. Dit is buitengewoon slordig, weer van Zwolle. Meulens. Mooie beweging, buitenom. En Kalisse tussen twee man in en het is 2-0. Tjongejonge, wat wordt er daar geklungeld achterin bij Zwolle. Eerst het uitverdedigen, zomaar de bal inleveren bij De Jong. Meulens vervolgens met een mooie beweging en Kalisse tussen twee verdedigers in. Kan zorgen voor de tweede door. Sparta. Ricky van den Berg is weer weg. Nog niet zijn derde, maar wel de eerste in het betaalde voetbal voor Moussa Kalisse. De Rotterdammers brengen het verschil dus weer op 5. En het wordt alleen maar moeilijker in de tweede helft, waarin Sparta na 10 minuten wel op 0-1 komt. Moussa Kalisse scoort in de 54ste minuut op aangeven van Danny Koevermans. En zo leidt de koploper van de eerste divisie. In de tweede helft speelde Sparta minder geconcentreerd, maar bleef het wel scoren. Moussa Kalisse maakte vorige week een erg belangrijk doelpunt bij Cambuur. Daar maakte hij de winnende. De speler die in de belangstelling staat van RKC en VVV en nog een aantal andere clubs. En in die fase wordt het ook 3-0. De foul van den Berg, de foul en daar komt Kalisse alweer aanlopen. Prachtig doelpunt voor Sparta dat ruim wint van stormvogel Telstar.
en bovenaan staat in de Gouden Gidsdivisie. Hij kwam vanaf rechts en hij speelde een paar man uit. En hij drijft naar binnen met de bal en, dan, en hij schiet met links. En verre hoek, de keeper was kansloos, stond aan de grond. De eerste zege van Dordt in 2006 wordt in de extra tijd definitief. Invaller Moussa Kalis wordt vrijgezet voor Ten Rauwelaar, tekent koelbloedig de 1-3 aan en bezorgt zijn ploeg wat extra zelfvertrouwen voor de streekderby van vrijdag tegen Excelsior. Nog zonder aanwinst, Charlie van den Ouweland speelde Dordt een goede wedstrijd in Utrecht. Zo goed zelfs dat Moussa Kalisse na 19 minuten de 1-0 kan binnenpunteren. En dus mocht Dordrecht tot de laatste minuut hoop houden op een gelijk spel. En die kwam er ook, want in de allerlaatste seconde, als zelfs doelman Doudé mee is, is het Kalisse met een prachtig schot in de kruising. Uiteindelijk weet FC Dordrecht de wedstrijd te winnen, want het wordt 2-0. Hier is het Moussa Kalisse met de uithaalbal, wordt van richting veranderd. En Dordrecht pakt een hele belangrijke zege met 2-0. En even later is het ook 2-0, een afstandsschot van de Marokkaan Moussa Kalisse. Doelman van Haarlem had misschien die bal wel kunnen stoppen, doet hij niet. Gennaro Zeefuik, zijn zesde treffer alweer. En Dordrecht had geen kind aan Fortuna Sittard en creëerde kans op kans. Uiteindelijk is het Moussa Kalisse na een half uur spelen met de 2-0. De thuisploeg Einane. Dordt met 2-0 achter aan het begin van de tweede helft. Een schot van Moussa Kalisse. Verrast Theo Zwarthoed, een keer uit Dresden. 12 minuten voor tijd. Moussa Kalisse worstelt zich langs directe tegenstander Aaron Meijers. En schiet maar weer eens een keer. En FC Dordrecht met 3-2 voor. En dan is het invaller Moussa Kalisse met een slotakkoord 0-8. Een van de grootste uitzegers ooit voor FC Dordrecht. Met 3-0 van Cambuur. En de Koenrij ontving FC Dordrecht koploper De Graafschap. Goed, Peter bij de 1-0. En dan denkt Jordi Buijs op de zorg. De vouw stelt zich goed op van Buren. Puntje van de schoen is net genoeg. Kalisse. Die is zijn kwijt. Daar moet Parla overkomen. Daar moet er wat ruimte komen. Er is niemand voorin. Kalisse zoekt. Wat een schitterend doelpunt van Sparta. Koevermans bleef wat terug. En Mustafa die kwam goed inlopen. En hij maakt de 0-3. Goed doorkomen van Kalisse. En uitstekend meegelopen van Mustafa Riga. En hij scoort de 0-3. Hier is Meric. Die de bal verspeelt. Nu is het 3-2. Hoe speelt FC Dordrecht dit uit? Kalisse gaat zelf. Kalisse staat nog altijd. Kalisse op de paal. En ook Daguerre niet in de rebound. Weer een goede kans voor FC Dordrecht. Dat hier op 2-0 achter had moeten komen. 3-2 in de counter. Dan gaat Kalisse zelf. Ziet geen mogelijkheid meer om een medespeler te bereiken. En raakt dan Maci. Nu met Stoffels. Mooi gegeven door Maci op Van der Velde. Daguerre staat open. En daar Kalisse in één keer uit te halen. Nee, voor zijn rechter. En dan uit te halen. Op de lat. Wat een wedstrijd is dit aan het worden. Opnieuw een enorme kans voor FC Dordrecht. En opnieuw komt Ado. Nimduan, nu levert hij in. Kalisse. Meulens is mee. Er komen nog meer Dordtse spelers, maar Kalisse heeft de smaak te pakken. En Boer